Nou, als we alleen maar die ene kant laten zien, die Europese kant, met het erfgoed en de tradities van de Europese Nederlandse kant, dan vertel je maar één kant van het verhaal. En dat klopt niet als je het over een relatie hebt. Er zijn natuurlijk ook reacties geweest. We weten wel een beetje hoe de Afrikaanse bevolkingsgroepen naar de kolonisten, naar de nieuwkomers keken. We hebben gekeken naar oorspronkelijke citaten. Dus niet het establishment, niet de elite, niet de club die de dienst uitmaakt, maar de gewone man en vrouw op de straat. En die citaten die zijn heel nadrukkelijk aanwezig op deze tentoonstelling. Zodat je ook de reactie ziet op de komst van deze nieuwe groep. De Khoikhoi en de San schreven niet. Zij tekenden echter wel. Goddank is er dit fantastische object. Een steen, door San beschilderd. Met een boer en een boerin. Voor de San was het blijkbaar een heel typisch Europese houding, een Nederlandse houding van zo'n boerin met haar handen in haar zij. Zij kwamen dat niet tegen. Geen Khoi of Sanvrouw zou je zo zien staan. Dus het is fantastisch dat je nu ook een beeld terug hebt van actie-reactie, hoe de San terugkeken naar de komst van de Nederlanders.